leuke van het werk vind ik zelf, de afwisseling. We beginnen 's morgens om 1:00 of 7:00. Dan is het eigenlijk de eerste 2 uur totdat je open gaat om 9:00 de toonbank vollaaien, zeg maar. Daarna ga je eigenlijk snel genoeg over op het grillen van de producten, het klaarmaken van andere producten, het kruiden, noem maar op. Rond 11:30, 12:00 krijg je meestal een piek met broodjes. Dat duurt dan meestal ongeveer tot 1:30, 2:00. Dan heb je weer tijd om in de winkel van allerlei dingen te doen. Ook poetswerk hoort er natuurlijk bij. En dan ga je richting de avond, zeg maar. En dan ja, rond 4:30, 5:00 begint ja, zo'n beetje de avondspits weer. En dan heb je druk tot 6:00. Wij zijn zelf franchiser geworden om meer zelf in de winkel te kunnen doen. Ja, en bij Kippie hebben we dat wel gevonden. Als je gaat franchisen, dan moet je wel realiseren dat je... Ja, je bent een aantal dingen gewoon verplicht. Daar kies je ook voor, dat is een bewuste keuze. Nou, we hebben daar in eerste instantie voor gekozen omdat wij meer met in de winkel zelf bezig wilden zijn. Dus met de klanten, met het bereiden van de producten, met de verkoop ervan. En als je een winkel hebt, zeg maar, die je zelf helemaal moet runnen, van inkoop tot verkoop tot marketing, ja, tot eigenlijk alles achter de comma, ja, dan ben je daar eigenlijk veel te veel tijd aan kwijt. Met zo'n Kippie, het franchising, ja, kun je toch wel echt je ding doen in de winkel. Ja, ik denk dat het unieke van de Kippie-formule is, dat het ook een hele populaire formule is, dat die goed valt bij jong en bij oud. Ja, dat zijn wat ons betreft toch wel de pijlers waarom wij toen ook keuze hebben gemaakt om een Kippie te gaan doen. Dat je in eigen tijd, zo'n moderne foodwinkel, ja, je ding kunt doen. En het ontzorgd worden, dat vind ik ook. Dat zal op zich niet uniek zijn voor een franchise-formule. Maar ik denk dat Kippie wel heel erg goed ontzorgt, zeg maar. Kippie.